Het Korps Politie Suriname heeft vanmorgen een wisseling van de wacht gehad voor het overdragen van de vaandelwacht en de leiding van de drumband van het korps. Inspecteur van politie eerste klasse Max Terborg, die de vaandelwacht 7 jaar mocht leiden, droeg het vaandel over aan Angelo Waterberg. Terborg, die ook de leiding had over de drumband, droeg de leiding over aan de eerste vrouwelijke tamboermaître in de geschiedenis van het Korps Politie Suriname, Natasia Francis. Voor zowel Terborg als Francis is het een mijlpaal die ze hebben bereikt door deze functie te bekleden. Vaandelwacht is een groep politiemannen die loopt met de hoogste eer van het korps. Niet ieder kan erbij zijn, toch? Het is in principe dat er steeds wordt uitgekeken van jouw gedrag, hoe gedraag je binnen het geheel, hoe is je loopbaan, jouw inzet, jouw liefde voor de organisatie. Ja, en na goed te zijn bevonden, dan wordt er dan voorstel gedaan en dan kan je dan toetreden tot de vaandelwacht. De overdracht van vanmorgen heeft plaatsgevonden, zoals de korpschef het al had gezegd, na 7 jaar dat ik leiding heb mogen geven aan mijn opvolger. Ik had eerlijk gezegd nooit gedacht dat het zover zou komen, maar het is toch gelukt en het is een hele grote eer voor me dat ik de eerste vrouw ben die dus als leider van het drumband mag voortlopen voor de groep. Behalve het operationeel gedeelte van de drumband ben ik dus dan daar om de groep te leiden, meer om de groep te leiden. Muzikaal, dat is de bedoeling. Werken op tekens, de wijze waarop we gaan lopen en aan de hand van de activiteit wat er dus dan gedaan moet worden. Korpschef Brian Isaacs dook de geschiedenis van de vaandelwacht in en gaf aan dat de eerste vaandelwacht in augustus 1975 door gouverneur Verrier overgedragen werd. De korpschef onderstreept dat de vaandelwacht de hoogste standaard van het Korps Politie Suriname is en die staat voor trouw, eenheid en eergevoel. Het symboliseert de onderlinge verbondenheid van de leden van het Korps Politie Suriname. Zowel actief dienende als gepensioneerden. De hoogste eer wordt gegeven aan het vaandel. Zoals u bekend heeft het Korps Politie Suriname een rijke geschiedenis. We hebben onlangs in de maand juni van dit jaar onze 129-jarig bestaan gevierd met een jubileumconcert. En als we de geschiedenis van de vaandelwacht nagaan, zien we dat het eerste vaandel van het Korps Politie Suriname in augustus 1975 door gouverneur Johan Verrier werd overhandigd aan de waarnemend korpschef Erwin Walker. Het is volgend jaar dan precies 50 jaar dat het korps haar eigen vaandelwacht heeft. De nieuwe commandanten van de vaandelwacht en de drumband komen tijdens de viering van Onafhankelijkheidsdag 25 november in actie.